Lieve mensen, we hebben besloten dat ook de gewone gemeenteraadsleden, en dat bedoelen we gewoon heel beleefd, ja, die willen we toch ook wel eens horen of zien, want zij besturen de stad. En vandaag hebben we uitgenodigd Zulfikar Güler. Hij is van D66. We zeggen gewoon Zulfikar, goedemorgen. Goedemorgen, mensen. Merhaba. Merhaba, hallo. Wat is merhaba? Betekent dat van alles? Goedemorgen, goedemiddag? Net als Basje en Adriaan? Nou, dat is Arabisch voor goeiedag, hallo. Ja. Wat zeg jij, hoe begroet jij zelf? Goedemorgen, wat is gewoon goedemorgen? Merhaba. Ja, merhaba. Ja, oké. Okay. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het over je politieke carrière hebben. Waarom ben je in de politiek gegaan? Dat is vraag 1a. En vraag 1b, waarom D66? Nou, laat ik met de laatste beginnen. Ik denk namelijk dat D66 nooit en ten nimmer een coalitie zal gaan vormen met PVV. En dat was voor mij toch wel een belangrijke reden om lid te worden van D66 4 jaar geleden in Schiedam. Ja. Eigenlijk het tegengeluid wilde je gelijk produceren, zeg maar. Ja, we proberen toch een ander geluid te laten horen. En ook een beeld te vormen van allochtonen die hier zijn opgegroeid. Dat zij best wel kunnen meedraaien in deze samenleving. Ja. Maar goed, de vraag 1a luidde dus, waarom ben je in de politiek gegaan? Je bent docent, heb ik begrepen. Wat is je vak? Ja, ik heb werktuigbouwkunde gestudeerd. En daar zit heel veel wiskunde, natuurkunde in. En na een tijdje te hebben gewerkt bij de Verenigde Glasfabriek in Schiedam, ben ik overgestapt naar het onderwijs. Na een korte inwerkperiode stond ik opeens voor de klas in 1998. En hoe beviel dat? Ja, dat was een verschrikking. Wel een eerlijk antwoord. Kijk, dat zijn de antwoorden waar we op wachten. Wat was het meest erge wat je in het begin tegenkwam? Nou, ik solliciteerde op de beste vacature. Dat was een mbo. En ik was toen 24 jaar. En toen gaf ik les aan jongens tussen 16 en 22. Ja, dat is heftig. Heb je in die tussentijd ook een cursus karate en zo gevolgd? Nee, dat niet. Dat was nog net niet nodig, nee. Nou, als de leerlingen gemotiveerd zijn, dan is het voor jou ook leuk om te werken. Maar je hebt soms mensen erbij die totaal ongeïnteresseerd. Ja, ik moet naar school. Ja, ik moet daar of daar naartoe. Maar die totaal de hele materie niet ambiëren. En dan is het zwaar werken. Zeker, maar het is ook een enorm uitdagende werk. Ja. Een docent moet natuurlijk heel veel vaardigheden hebben om zich te kunnen profileren richting een leerling. En ook zo doen om hem te kunnen motiveren voor het vak en ook voor zijn toekomst. Maar je bent tegenwoordig ook een psychiater, een vader en dit en dat en zus en zo. Het wordt wat dat betreft steeds moeilijker, want vroeger kon je lesgeven, maar wat je er nu allemaal bij hebt en allerlei veranderingen. Absoluut, en dat. Ja, de gemiddelde takenpakket van een docent is iets van 150 en daarvan is eentje lesgeven. Nou ja, kortom, je bent nog net geen profeet. Nou is het zo dat D66 niet alleen landelijk, maar ook lokaal profileert zich als onderwijspartij. Meneer Pechtold heeft het onderwijs hoog in het vaandel staan. Wat merk je daar en wat doen jullie daar lokaal aan? Waarin onderscheiden jullie van andere partijen wat het onderwijsbeleid betreft? Nou, nationaal merk ik dat er heel veel onderwijsmensen zitten in D66. Hoog, goed opgeleide mensen die namelijk aansluiting hebben gezocht bij D66. Dat merk ik ook lokaal. Binnen onze fractie hebben we ook een aantal hoogopgeleide onderwijsachtige grondmensen. Wat we namelijk ervan merken is, ja, we zijn natuurlijk recent aangekomen met de zomerschool. Weliswaar is dat eventjes nog afgezegd. We gaan ervan uit dat die alsnog gaat komen. Daar gaan we zo nog even op terugkomen. Ja. Daarnaast hebben we ook voorstellen ingediend voor bijvoorbeeld facilitering van innovatieve ideeën van docenten. Dat is inmiddels toegezegd. Volgende week heb ik een gesprek met de wethouder over de voortgang daarvan. Ja. Dat zijn weer tweetal zaken die nu even een rol spelen voor lokaal Schiedam. Mm-hmm. Even over die zomerschool, net wat Jan Willem zei. Dat was voor jou wel een beetje een teleurstelling dat de opkomst minimaal was, hè? Je had dat eigenlijk zelf niet verwacht. Je had toch wel wat meer enthousiasme verwacht. Ja, maar soms verwacht je wel een grote opkomstpercentage. Maar ja, goed, wat je namelijk vooraf bedenkt, komt helaas niet altijd overeen. Nee. Waar is het misgegaan eigenlijk? In de communicatie naar scholen toe? Ja, het is namelijk vanuit een pilotgedachte is het natuurlijk kleinschalig aangepakt. Ja. Het is namelijk wijkgericht aangepakt in plaats van stadsbreed. Daarnaast waren er wel aanmeldingen, maar dus niet serieus genoeg. En dus ook niet voldoende in de gaten gehouden, denk ik, door de organisatoren. Wat is voor jou eigenlijk de waarde van een zomerschool? Betekent dat leerlingen zomers, in die grote lange zomervakantie, naar school of vakantie hebben. Ja. Maar dat ze naar school toe kunnen als ze dat willen. Ja. Wat is voor jou daarin het belangrijkste
aspect, om het maar zo te zeggen? Nou, laat ik eerst zeggen, het is allesbehalve natuurlijk een vakantieschool. Nee, precies. Hè? Het is niet spelletjes doen. Nee, ze gaan geen spelletjes doen en verstopjes spelen bijvoorbeeld op schoolplein. De kinderen krijgen natuurlijk een bepaalde lesmateriaal dat gericht is op achterstandsonderwijs. Ja. Maar ook vanuit de visie van D66 hadden we ook de excellente kinderen graag bij je willen gehad. Ja. Maar hoe kom je bijvoorbeeld dan aan docenten? Want die zeggen, jongens, 6 weken vakantie, die heb ik hard nodig om weer een beetje bij te komen. Ja. Nou ja, het is natuurlijk niet op vrijwilligersbasis, want docenten krijgen daar natuurlijk een bepaalde vergoeding tegenover. Ja. Er waren 3 aanmeldingen. Er waren dus 3 docenten die zich daarvoor hadden aangemeld. 1 vanuit het voortgezet onderwijs, 2 vanuit het basisonderwijs. Ja. Het is gewoon een kwestie van campagne voeren. Maar je zou er ook gepensioneerde onderwijzers daar neer kunnen zetten met hun hele ervaring die ze hebben. Ja. Om les te geven. En ook voor de kinderen. Ik vond het verbazingwekkend dat er zo weinig op afkwamen. Want je wil jezelf toch verbeteren in de maatschappij. Kennis is machtig. Ja, aan de andere kant, Henk, een kind denkt, ja dag, ik moet een jaar naar school, het is nou vakantie. Ja. Nou, dat is natuurlijk een beetje de tegenstrijdigheid in het zomerschoolverhaal. Ja, het was maar voor een korte periode van 2 weken lang. Waarin kinderen de ochtend en de middag dus onderwijs zouden gaan krijgen, gericht op achterstandonderwijs. Ja. En ook een stukje uiteraard, ik zo al zei, voor excellente kinderen. Die hebben namelijk ook in Schiedam. En die horen ook aandacht te krijgen. Absoluut. Even terug naar de gemeenteraad. Je komt in de gemeenteraad terecht. Dat is ook de reden van dit kennismakingsgesprek. Hoe heb je die eerste periode ervaren? Nou, zelf had ik nooit verwacht dat ik zou worden gekozen. Laat ik eens daar even mee beginnen. Ik heb me destijds verkiesbaar gesteld, kwam op de lijst. Redelijk hoog werd ik op de lijst gezet. Maar ook dan nog had ik geen illusies genomen dat ik zou worden gekozen. Want je wist wel dat D66 in de lift zat. Hè? Dat landelijk, wat Jan ook zegt, ook plaatselijk. Want jullie zijn ook hier in Schiedam de grootste fractie. Ja, maar ook dat was geen garantie om te zeggen van, nou, ik kom wel met mijn beide benen wel erin in één keer. Nou, werd ik alsnog gekozen. En vooraf werd gezegd, nou ja, dat is nu een uurtje van 10, 15 per maand. Nou, dus alles behalve. Dus per week, denk ik. Ja. Het is alles behalve een part-time maat, gewoon fulltime. Als je het goed wil doen, dan moet je 20 uur per week werken. En je moet er 4 jaar over doen. Eer dat je een klein beetje weet hoe de hazen lopen en hoe je. Zeker, ik ben er elke dag mee bezig. Ik bedoel, ik heb een hele brede samenstelling aan portefeuilles. Dus alles wat ik zie, trek gewoon mijn aandacht aan. Nou, op een gegeven moment moet je wel een keuze maken. Hè? Dus dat je niet te veel dingen doet, maar echt waar je goed in bent. Bovenop duiken, dan kan je ook goed profileren in de raad. Ja, maar het belangrijkste voor mezelf is dat ik het ontzettend leuk vind. Ja. Ik vind wat vind je er dan precies leuk aan? Contact met mensen is sowieso leuk. Je ontmoet heel veel mensen. Je vergroot je netwerk. Je komt op plekken misschien waar je er voorheen nog nooit bent geweest of nooit van had gehoord. Ja. Dat is ten eerste leuk. Je wordt woordvoerder over diverse portefeuilles. Je voorstellen, die worden dan afgewezen of die worden dan toegezegd. En dan zie je het in de praktijk weer terug. Dus dat is het mooiste van het raadswerk. Nou mag ik als een kleine 30 jaar de gemeenteraad volgen. Vanuit de lokale omroep. Wat nieuwe raadsleden altijd zeggen, unaniem, is dat ze willen sneller gaan. Het gaat niet snel genoeg. Je hebt een idee en je wil het bespreken en dan moet het uitgevoerd worden. Hoe heb jij dat ervaren? Nou, dat valt wel mee. Ik heb wel geduld genoeg om te zien of mijn ideeën worden verwezenlijkt of niet. Wat mij betreft gaat het tempo wel goed op deze manier. Mm-hmm. Ja, want niet elk idee die je inbrengt is ook goed. Nee. Maar ik denk dat Jan-Willem de ambtenaren bedoelt. Dat als je iets voert. En de ambtenaren zijn altijd iets minder snel dan de raadsleden, hoor. Ja, dat kan ik je wel mededelen. Nou ja, als ik een aantal vragen stel, snap ik nooit waarom het altijd 6 weken moet gaan duren. Dat is voor mij ook wel eens iets. Maar kan je je voorstellen dat de burger die dan nog eens 9 weken moet wachten... Dat kan veel dat sneller. Dat die dan het vertrouwen in de politiek gaat verliezen door te zeggen, waarom moet dat zo lang duren? Want het is hun vak, waarvoor krijg ik pas na 9 weken een behoorlijk antwoord? Nou, dan kunnen we misschien eens een keer een vraag over gaan stellen. Of eventueel over gaan brainstormen waarom het zo lang duurt. Want we hebben 500 ambtenaren binnen het gemeenteapparaat van Schiedam. Ja. Zulfikar, doen de Turkse mensen in Schiedam nadrukkelijk een beroep op jou? Of zien ze in jou een soort vertolker van hun wensen? Of merk je dat? Voordat ik aan de verkiezingen deelnam, nog steeds merk ik dat ik een... Nou, laat ik zo zeggen. Ik heb natuurlijk niet een heel grote achterban. Nee. Ik ben vanuit de D66 ben ik namelijk verkiesbaar gesteld. Ik merk wel dat het steeds wel groeit, dat ik wel op straat word ik wel aangesproken op mijn verrichting binnen het raadswerk. Maar om te zeggen van, ja, ik heb duizenden mensen achter me staan, dat is zwaar overdreven. Maar waarin verschillende, zeg maar, de gesprekken met de andere leden van D66, wat komt er met name naar voren vanuit de Turkse gemeenschap in Schiedam?
Nou, ik heb niet de indruk dat Turkse gemeenschap zich ook met de dagelijkse gang van zaken in Schiedam zich bezighoudt. Vind je dat jammer? Dat vind ik heel erg jammer zelfs. En hoe kan je dat verbeteren? Ja, hoe kan je dat verbeteren? Ik denk door veel te gaan communiceren met de Schiedamse Turken. Ja. Hoe doen jullie dat bij D66? Nou, we proberen zoveel mogelijk ook activiteiten te organiseren waarop Schiedamse Turken naartoe kunnen gaan. Zoals? De brandersfeesten? Is dat een of zeg je dat toch weer? Nou, zeker. Ik ga straks gaan we dus weer campagne voeren tijdens de brandersfeesten hier. Namens D66 proberen we namelijk mensen te stimuleren voor deelname aan politiek. Ja. Maar de Schiedamse Turkse samenleving hier, die is te veel moskeeën centraal gericht. En van daaruit ontstaan er wel ideeën, maar zonder samenwerking met de politiek. En dat vind ik wel bijzonder jammer. Dus dat bruggetje moet nog gemaakt worden eigenlijk? Zeker. Een gedeelte van de Schiedamse Turken die leeft overdag hier in Schiedam. En 's avonds zijn ze met een gedachte met Turkije bezig. Ja. Ja, dat... Via de schotel. Vind je dat jammer? Echt? Zeker, dat is heel erg jammer. Ja. Ja. Want ze wonen en ze werken vaak in Schiedam en omstreken. Ja. Dus een beetje betrokkenheid bij de stad zou natuurlijk ook in hun voordeel kunnen werken. Zeker, dat is wel betrokkenheid. Kom in beeld. Ja, dat kan veel beter. Ja. Ja. Zulfikar, we zitten in roerige tijden. De wereld staat een beetje in brand. Dan zeg ik het heel onaardig, maar zo is het gewoon zo. We krijgen de vluchtelingen. Hoe denkt D66 over het vluchtelingenbeleid in Schiedam? Wat vinden jullie dat wij moeten doen of moeten aanbieden? Nou ja, daar zijn we natuurlijk nu op dit moment bezig. We proberen even te peilen hoe de overige partijen tegenover staan. We staan er positief tegenover. We kunnen namelijk niet onze deuren gesloten houden voor vluchtelingen. Want als je bedenkt, 100 jaar geleden was de migratie precies andersom. Er gingen mensen vanuit West-Europa vanwege de oorlog naar Noord-Afrika. Schepen vol, noem maar op. Ja. En als we deze mensen hier binnenkrijgen, dienen we ze ook op een humane manier te gaan behandelen. Op het ogenblik heb ik even nog vlak voor aan de uitzending gekeken. Een rapport van Vluchtelingenwerk, Maas, Deltawerk. Er zijn iets van 50 vluchtelingen in Schiedam, waarvan 10 uit Syrië. Dus echt een grote golf verwachten wij zelf niet. Nee. Ben je teleurgesteld dat er zoveel mensen tegen hulp aan de vluchtelingen zijn? Zeker, ja. Ik heb het even hele vergaderingen worden verstoord. De burgemeesters moeten zalen ontruimen. Ja, het is waanzin. Maar ja, goed. Je zal maar een vluchteling zijn. En je bent namelijk je huis kwijt. Je bent je vader, je kinderen kwijt. De opties zijn dan op het moment... Die zijn er niet. Je zal maar je wordt er eigenlijk als een speelbal heen en weer gegooid. 72 uur worden ze opgevangen. Dan moeten ze weer verkassen en weer verkassen. Die mensen komen niet tot rust. Ja, het is geen... Triest, hoor. Nee, het is heel triest. Triest geworden. We doen één actueel puntje even uit de politiek. Er is extra geld beschikbaar gesteld voor het Jenevenmuseum. 75.000 euro, dat is een hoop geld. Ja. Nou, daar is nogal wat commotie over. Een aantal partijen zegt van ja, maar moet daar nog meer geld bij? Is dat een onderwerp wat jou interesseert? Of hebben jullie daar andere mensen voor in de fractie, zoals dat dan heet? Nou, de binnenstad van Schiedam, historische binnenstad van Schiedam, wordt natuurlijk gekenmerkt door een aantal mooie gebieden zoals het Jenevenmuseum. Ik ben er wel voorstander van dat het moet worden behouden. En dat we of nou fijn vinden of niet, dat we toch een stimuleringsbijdrage moeten gaan verstrekken. Ja, maar dat is vraag structureel. Wordt telkens moet er geld bij. Bij het andere museum ook weer geld erbij. Altijd moet er geld bij. Ze kunnen nooit eens hun eigen broek ophouden. Kijk, een zwembad, dan weet je, daar moet geld bij. Dat is nooit lonend, want dan moet je een tientje voor een keer gaan zwemmen betalen. Maar er is constant bij die musea moet geld bij. Maar het is wel het geld van de belastingbetaler. En die vindt dat niet leuk. Nou, het zijn namelijk ook tijden van economische crisis. Ja. Het zijn natuurlijk ook niet de meeste tijden waar het meeste geld wordt verdiend. Maar realiseer wel dat in Schiedam trekt 200.000 toeristen aan. Maar daar zet ik altijd een vraagteken bij. Want als straks de krant uitkomt, dan zijn er weer 250.000 mensen geweest. Maar dat wordt altijd zwaar overdreven, hoor. Nou, ik wil niet zeggen dat ik wil niet zeggen dat het Jenevenmuseum is het boegbeeld, maar het hoort wel bij de binnenstad van Schiedam. Ja. Net als je collega Rozen, die staat op het ogenblik alle barometers aan de overkant op te poetsen. Ja, dus ik weet zijn mening erover. Sylvie, we gaan het afronden met toch dinsdag, wel wat... dinsdag, Jan-Willem, wordt dat ja, dinsdag wordt het besproken. Dan moet je nog eventjes scherp zijn. Ja. Ten slotte, je bent nu in de raad, je bent een beetje aan het inwerken. Wanneer het dadelijk weer tijd is voor verkiezingen, hoe wil jij je periode afgerond hebben? Is er iets wat bovenaan je lijst staat waarvan je zegt, nou, dat moet in die 4 jaar zeker eventjes gedaan zijn, wat mij betreft? Ja,
Zo en zo hoop ik dat er een zomerschool komt met een verder vervolg op. Zo en zo hoop ik ook dat er een platform ontstaat voor docenten met vernieuwende ideeën. Mm-hmm. Daarnaast ben ik ook bezig om de Nederlandse Jongerenraad op te zetten als initiatiefnemer. Ja. Dat soort zaken probeer ik wel achter te laten. Nou. Maar ik zit net te denken, je bent zelf ook docent. Ga je dan ook aan die zomerschool meewerken of iets doen? Ik werk altijd verschillend. Nee, ik werk dag en nacht. Jij neemt die 6 weken vakantie. Nee hoor. Sylvica, brandersfeesten, typisch Schiedam. Vind jij het leuk? Heb je iets met de brandersfeesten? Ik bezoek het wel elke jaar. Ja, wat is jouw, wat mensen roepen allemaal in Schiedam, de bootjes zijn er niet meer. Wat vind jij het leukste onderdeel? Chocoladefestival. Ja, dat denk wel voor heel veel Schiedammers. Nou, je gaat straks.